Alfons Ariens, geboren 1860, hè, dus die tijd zit je. Hij wordt opgeleid tot priester, hij promoveert, theoloog. Ja, en heel even dan ook, hè, want ja. 1860, dat is de periode, de arbeidersbeweging komt op, vrouwen beginnen zich te emanciperen, nog niet, maar dat zit daar net tegenaan. Ja, hè? Nog niet. Eigenlijk het moment dat hij gewijd wordt tot priester en theoloog wordt, en zijn allereerste standplek waar hij naartoe gestuurd wordt is Enschede. Ja. Op dat moment begint de ellende eigenlijk. Het is dezelfde tijd van Domela Nieuwenhuis. Die de socialisten eigenlijk weet te organiseren. Eerst in Groningen, vervolgens breekt de pleuris uit in Amsterdam. En hij zegt van het volgende zendingsgebied van ons socialisten is Twente. Hè, want daar is er nog een onontgonnen gebied. Wij gaan, en heel veel industrie. Ja. Arme arbeiders, daar kunnen wij een boel zieltjes winnen. Ja, dus het is, dus Twente was echt het derde zendelingengebied van de socialistische beweging. En daar kwam Ariens. En toen kwam Ariens. In die periode kwam hij hier in Enschede. En wat hij als eerste zag, na een paar jaar hier gewerkt had, is dat eigenlijk de relatie tussen fabrieksdirecteur en arbeiders prima was. Heel raar, maar de arbeiders waren trots op het werk en hij had zoiets van, het lijkt wel alsof dat ze zelf niet in de gaten hebben in wat voor een armoede en misère en wat voor krotten ze leven en dat het eigenlijk helemaal niet eerlijk is. Wat hij bijvoorbeeld ook zag, was dat heel veel van het ongeluk, dat kwam doordat heel veel van het salaris naar het café gebracht werd. Ja. Hij had nog niet meteen dat hij in opstand kwam tegen die fabrieksarbeider, tegen die fabrieksdirecteur. Het eerste wat hij deed was eigenlijk, hij richtte een arbeidersvereniging op. Een Rooms-Katholieke arbeidersvereniging. En het enige doel was eigenlijk van, wij gaan allerlei dingen organiseren voor de Rooms-Katholieke arbeiders. Die gaan we organiseren en ieder moment dat ze niet in de kroeg zitten is mooi meegenomen. En dan hebben we het over 1889. Want dit vaandel, dat is wat er op dat vaandel precies. staat. Precies. Ja, en dat is ook de periode dat eigenlijk de eerste echte grote stakingen hier uitbrachten door de socialisten. Waarvan hij er eigenlijk één was. Eigenlijk wel, maar hij had altijd nog het idee van, misschien kan ik een soort middelende rol gaan spelen. Ja. Tussen die fabrikanten en de arbeiders. Maar goed, op een gegeven moment kregen de socialisten hier natuurlijk wel voet aan de grond. En er braken grote stakingen uit. Nou, dan had je twee groepen, dus socialisten en de rest van de arbeiders. Dus gingen we allemaal staken, maar hij stond wel op voor de katholieke arbeiders. Maar hij zei van, het is wel goed dat we gaan staken om die arbeidsomstandigheden te veranderen. Ja. Maar hij had ook nog steeds het idee van, er valt wel te praten met die fabrieksdirecteuren. Ja. Dus bij een van die grote stakingen is hij naar die directeur gegaan, heeft ze de hand uitgestoken van, kunnen we niet overleggen, kunnen we daar niet uitkomen uit dit. En hij was, en ze hebben hem volkomen genegeerd. Nee, toch? Ja, en dan is hij heel erg teleurgesteld geworden. Maar met als gevolg aan de ene kant dat hij wel een vakbond is op gaan richten voor de Rooms-Katholieken. En aan de andere kant dat de socialisten hem enorm gingen haten. Want ze vonden hem toch een soort overloper dat hij ging praten met de fabrikanten. Hij praatte met die fabrieksdirecteur. Ja. Dus de socialisten haten hem, maar hij heeft dus een vakbond opgericht. Dat is een paar jaar na deze arbeidersvereniging is dat gebeurd, de Rooms-Katholieke Vakbond. En tegelijkertijd heeft hij ook het kruisverbond tegen het alcohol opgericht. Ja. Misschien, dat vaandel is een anker, hè? Geloof ik. Ja, een bijenkorf. Ja, de nijverheid. Nijverheid en toch lekker allemaal samen in zo'n korfje, hè? Dus dat je bij je samen in zo'n kerk blijft komen. Het symbool van de verzuiling misschien ook. De enige heilige hier zo die echt een Twentse naam heeft, hè? Dat weet ik niet, ja? Ja, dat is Jozef. Het is arbeidersvereniging Sint Jozef. Ja? En Jozef, die wordt hier in Twente natuurlijk Speaker Jozef genoemd. Maar goed, hij was hier in Twente bezig. Hij verenigde die arbeiders. Het was zelfs zover dat op een gegeven moment waren een heleboel arbeiders ontslagen. Dat hij in Haaksbergen een eigen textielfabriek is begonnen. De Eendracht, een coöperatieve textielfabriek. Hij zegt van, dat kunnen we ook zonder fabrikant kunnen wij wel een textielfabriek beginnen. Dat is natuurlijk van alle kanten tegengewerkt door die fabrikanten, want die willen niet in een van de socialistische. En zeker niet eentje die gewoon de arbeiders gerund wordt natuurlijk. Dus ze kregen geen grondstoffen, van alle kanten tegengewerkt. Dus ging ook, dat werkte dus ook niet. En om die fabriek te redden heeft hij nog zijn miskelk verkocht.
Hè, dus om dat geld maar in die fabriek te steken, dus dat zegt wel iets hoeveel hij voor de zaak over had. Ja. En hij had ook vanwege al zijn, ja, toch wel socialistische ideeën natuurlijk, continu al mot met de bisschoppen. Maar hij is uiteindelijk wel weggepromoveerd hier uit Enschede. Hij is echt serieus weggepromoveerd. Ja, ja, hij was... Want we blikken nu op hem terug als een vernieuwer, hè? Als een pionier. Als een man die opkwam met een zo groot socialistisch hart. Precies, ja. Die heel veel goeds gedaan heeft voor de stad. Ja, hij heeft heel veel betekenis. Destijds lag hij ook wel lastig. Nou ja, binnen de bisdom wel. Ja, maar ook bij de fabrieksdirecteur. Bij de fabrieksdirecteur ook, ja. Dat is natuurlijk een luis in de pels van iemand die de arbeiders verenigt. Dat is, daar wil je niet. Maar hij heeft dus heel veel betekend eigenlijk voor, nou, met name de arbeiders hier in de stad. Ja. En ook de geheelonthouders. Dat is toch echt een voorbeeldfiguur, hè, van hoe je invloed kan hebben op een maatschappij. Zo rond 1915, 17, toen kreeg je toch wel zijn credits voor al het werk wat hij gedaan had en wat hij allemaal ook bereikt had, hè, met die arbeidersbewegingen en zo. Mm-hmm. En toen is hij wel aangesteld als geheime kamerheer van de paus. Toen mocht hij ook zo'n paus gewaad dragen. Maar dus, geheime kamerheer? Ja, dat is echt wel, dus hij is echt wel... En, Wat is dat, jongen? Geheime kamerheer? Ik vond de titel, ik denk, die onthoud ik, want die ga ik even noemen, want ik vind dat zo'n mooie titel. De geheime kamerheer van de paus, had je dat woord. Hij heeft dus ook nog wel tijdens zijn leven credits gekregen. En toen hij dat werd, dat is kennelijk toch een ambt van hoog aanzien, toen hebben ze in Maarsen een inzameling gedaan. En toen hebben ze de miskelk die hij voor Haaksbergen verkocht heeft, hebben ze weer teruggekocht. Nee, en die staat nu in Maarsen in de kerk. Ja, dat is chic. Ja. Wat leuk. Ja, grappig. Dankjewel. Graag gedaan.